En dit is een hele mooie boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor ons. Annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihima al-jannah. Faqalat Aisha, faman kana lahu faratun min ummatik? قال ومن كان له فرط يا موفقه قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. Hij zei, wie twee faratan van zijn umma krijgt, zal Allah middels die twee faratan hem al-jannah binnenbrengen. Wat zijn al-farat? Faratan zijn twee farat. Al-Farat is een kind dat jong overlijdt. Dus wie twee kinderen verliest. Dus stel je bent vader of moeder van kinderen. En jouw kinderen gaan dood aan ziektes of wat dan ook. Voordat ze opgroeien. Twee van jouw kinderen. Dan is dat voor jou de sleutel tot een jannah. Omdat het natuurlijk niet makkelijk is. Wij weten, en ouders weten hoe erg het is om kinderen te verliezen. En Allah gaat het ook niet voor jou zomaar laten gebeuren. En daarom, beste jongens en meisjes, onthoud alsjeblieft. Wat je ook meemaakt in de dunya, als het pijn doet, erg is, het is voor jou een verbetering voor een akhira. Onthoud dat. Heb sabr. Er zijn mensen die hun kinderen hebben verloren. Gewoon jong, kinderen zijn doodgegaan. Dat is een toegang tot de jannah, inshallah. Als jij geduld hebt. Maar als jij de hele wereld, je hele leven gaat verpesten omdat je een kind hebt verloren. En waarom ik? En hoezo ik? En waarom overkomt mij dit? Ik heb toch niks misdaan. En dat kind is zo zielig. Waarom? Dat kind heeft toch niks fout gedaan. Bla 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 bla. Zo kom je echt niet binnen. Maar de profeet zegt, wie twee kinderen verliest, dat zal zijn sleutel tot een jannah zijn. Geweldig. En toen zei Aisha, ja Rasulallah, wat als het eentje is? En niet twee kinderen, maar één. Hij zegt zelfs één. Alhamdulillah. Alhamdulillah voor deze naam. En dan zegt Aisha, ja Rasulallah, wat als iemand geen kind heeft verloren? Dan, toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, fa'ana faratun li ummati. Ik ben het grootste verlies voor mijn umma. Dus als iemand geen kinderen heeft verloren, ben ik hun verlies. Dus ik ben dood gegaan terwijl zij nog leven. Zij zullen niet erger voelen dan mijn verlies.